Ook vannacht heeft Rusland weer steden in Oekraïne aangevallen met raketten. Oekraïners leren inmiddels te leven met de voortdurende angst dat hun huis gebombardeerd kan worden. Nou, makkelijk is dat niet. Veel mensen in Oekraïne zijn getraumatiseerd door het aanhoudende oorlogsgeweld. Zoals Julie. Julie loopt in de wijk waar ze is opgegroeid. De binnenstad is door luchtbombardementen zwaar beschadigd. De oorlogsdreiging is sindsdien afgenomen, maar bewoners leven nog steeds tussen de ruïnes. The sadness when you get used to such views, when you wake up and every day you see that, and this is the worst, quite draining. Ze probeert thuis met schilderen haar verdriet te verwerken. Every time I try to sit and paint, I just cry. I don't know. So I don't paint. Voor de oorlog was ze internationaal fotomodel. Maar sinds haar oorlogservaring is het gedaan met de klemmer. I need to go and check about my mother. Aanvankelijk gaat ze vol goede moed aan de slag. Dag en nacht probeert Julie mensen te helpen. We filmen haar afgelopen zomer bij het organiseren van hulpgoederen. I'm begging to help me to help such people because the shelling has stopped here. Doesn't mean that the war is over. Het is een frustrerende ervaring. I am the only one and I have not hundreds but thousands people in need. It's just overwhelming. Psychologen zien het aantal traumapatiënten sterk stijgen. Люди очень травмированы. Сейчас люди ищут эту поддержку в других людях и в психологи тоже. Люди ищут пути, ищут выход, как им выйти из этого состояния. Maar waarheen met je sores in een stad waar het puin reikt tot aan de nok? Kijk naar deze flats een half jaar na het luchtbombardement. De gemeente heeft al die tijd geen hand uitgestoken. En dus doen de bewoners het zelf maar. Listen. If people cannot get their fucking windows fixed, who gonna care about the girl who is crying every day to fix her brain? Julie dacht erover naar het westen te vluchten, maar nee, ze geeft niet op. So what made you change your mind? Well, why wouldn't you help when you can? Because to me they seem like a family, you know. It's people who... We need help. Ze hunkeren allemaal naar vrede.